Welkom bij deze lunchlezing. Lunchlezing van de Rule of Law. Platform Rule of Law. Er zijn er al eerder geweest en er komen er ook nog een stel. Dus iedereen die ook naar een volgende wil komen is natuurlijk bij voorbaat van harte welkom. Vandaag hebben we het over het recht van de zwakste arbeidsverhoudingen in Nederland. En daarvoor introduceer ik graag zo meteen onze gast van vandaag, Shaila Sital Singh. Ik heb een hele beperkte rol. Ik mag de zaak openen, de gast introduceren. Er komt een broodje ongeveer om 12:45. En uiteraard komen daarna nog wat vragen. En sluiten we de zaak om 13:30 weer af. Maar goed, terug naar de inhoud. De rule of law. We leven gelukkig allemaal in een rechtsstaat. Moeten we vooral zo houden, zou ik zeggen. En dat betekent dat we waarde hechten aan een aantal begrippen die voor ons allemaal belangrijk zijn. Die richting geven aan onze inrichting van de rechtsstaat. Ik denk aan rechtszekerheid, ik denk aan rechtsgelijkheid en ook aan de bescherming van zwakkeren. En ik denk dat juist dat thema vandaag aan de orde zal komen. Die uitgangspunten blijven wel ongeveer gelijk, maar door alle verschillen, alle veranderingen in de maatschappij, kleur je die begrippen wel op een nieuwe manier in. Ik denk dat wat je zeg maar 100 jaar geleden zou hebben opgeschreven, schrijf je nu anders op of je schrijft andere dingen op, gewoonweg omdat je rekening houdt met de veranderingen in de maatschappij. Dat geldt zeker ook voor het arbeidsrecht. De verhoudingen zijn veranderd. Iedereen weet dat we veel meer van doen hebben met ZZP'ers. En ik kan me zo voorstellen dat de lunchlezing daar zo meteen ook op ingaat. Onze gast van vandaag, Shaila Sital Singh. Jullie kennen haar wellicht van de televisie, Nieuwsuur, en van de columns die zij schrijft. 3 keer in de week, dat vind ik al heel erg knap, dat je 3 keer in de week een column kunt schrijven bij de Volkskrant. Om dus 3 keer in de week ook de inspiratie te vinden om daar iets moois van te maken. En een column is toch iets bijzonders. Zij gaat ons dus vertellen over het recht van de zwakste en die nieuwe arbeidsverhoudingen die we in Nederland hebben. En ik geef graag aan haar het woord. Dankjewel. Nou, dankjewel. Dank dat ik hier mag zijn. Dank Jaap. Jaap Zwank die belde mij een tijdje geleden en die zei, nou ja, wil je iets komen vertellen in onze serie over de Ronde van de Rechtsstaat? Ik zei, ja, ik ben helemaal geen jurist. Ik ben opgeleid als econoom ooit. Ik ben al heel lang werkzaam als journalist, columnist. Nou ja, dat zijn de ergste. Die slaan alles plat tot zijn meest eenvoudige versie en alles kort door de bocht. Dus ja, wat moet ik hier komen vertellen? Hij stelde mij gerust. Hij zei, nou, dit zijn bijeenkomsten met een heel breed karakter. Juist perspectieven van buiten. En het gaat toch echt gewoon om het hoeden van het publieke belang. En beschermen we als overheid en dan staat iedereen wel goed genoeg. Ik sla dit nu ook weer heel plat, maar nou ja, zo heb ik het onthouden. Ik dacht, nou ja, daar vind ik wel wat van. Ik wil mijn onderwerp inleiden met een filmpje. Waarom laat ik dit filmpje nou zien? Dit is een filmpje van ruim een jaar geleden, eind 2017, toen Deliveroo dus zijn mensen op een andere manier in dienst wilde, of uit dienst wilde laten gaan en als zelfstandig verder wilde laten gaan. Nee, dit is maar een heel klein bedrijf, er fietsen een paar mensen voor. Maar er is een revolutie gaande in de arbeidsverhoudingen. En dan denk je, nou ja, dat is niet ons pakje aan, daar hebben we een ander ministerie voor. Maar die veranderingen zijn zo fundamenteel dat ze raken aan heel veel aspecten in de maatschappij. En ze raken aan individuele basiszekerheid, ze raken aan bescherming van kwetsbare mensen. Ongelijke behandeling van mensen in gelijke situaties kun je krijgen. Ze raken aan de verzorgingsstaat, omdat er een soort enclave aan het ontstaan is van mensen die op zijn best gedeeltelijk niet meer helemaal meedoen aan die verzorgingsstaat, omdat ze niet meer aan de contribuerende kant, geen premies meer betalen, maar ook niet meer aan de beschermingskant, volledig beschermd meer zijn. Dus dat roept een heel nieuw type vraagstukken op, die hele ZZP-economie. Trouwens, disclaimer, ik ben zelf ook werkzaam als ZZP'er, dat moet ik er denk ik even bij zeggen. En dat zijn vraagstukken die veel verder gaan dan de klassieke verhouding tussen werkgevers
en werknemers. En dat zorgt voor toenemende verschillen in zekerheid, in gepercipieerde zekerheid, in hoe mensen over hun eigen toekomst denken. En je ziet dus ook dat polder en politiek enorm worstelt met de vormgeving van deze nieuwe verhouding. En die afnemende zekerheid, nou ja, deels is dat politieke keuze, deels is dat gevolg van beslissingen die ooit in het verleden zijn geweest en het is een beetje onbedoeld allemaal zo gegroeid. Deels is er gewoon niet zo goed over nagedacht. Maar wat je ziet is dat, omdat polder en politiek er niet goed uitkomen, hoe ze deze nieuwe arbeidsmarkt moeten gaan ordenen, er de rechter bij wordt gehaald om orde te scheppen. De vakbond stapt naar de rechter om daar dan maar uitspraken te krijgen over wat nou rechtspositie is van werknemers die niet meer in vaste dienst zijn. Dan die onderstroom. Waarom is het volgens mij belangrijk of echt een groot thema? Ik denk dat het een van de grote thema's van deze tijd is. Dat zal deels te wijten zijn aan het feit dat ik in een soort bubbel zit van mensen die dit allemaal heel erg belangrijk vinden. Maar het raakt aan het hele grote thema van zekerheden die onder druk staan. Verworvenheden die onder druk staan. En dat helpt niet mee bij het verhelpen van een zeker onbehagen. Eens in de zoveel tijd buigen we ons weer met z'n allen over die vraag. En waar dit gaat allemaal zo goed in het land en we zijn allemaal zo rijk. En waarom is er toch zoveel onbehagen? Nou ja, zekerheden staan onder druk is een van de antwoorden die je daarop kunt geven. Het Sociaal Cultureel Planbureau drukt daar ook heel erg op. Is een van de stokpaardjes van Kim Putters. Hè. We komen in een nieuw soort samenleving terecht, waarin sociale relaties en arbeidsrelaties veranderen in hoog tempo, in een veel hoger tempo dan we ooit hebben meegemaakt. Verandering is van alle tijden, maar het gaat nu misschien wel even heel hard en wetgeving heeft daar nog geen antwoorden op. En het raakt niet alleen de onderkant, maar ook de middengroepen. En nou ja, we weten allemaal, die middengroepen heb je nodig om de solidariteit een beetje in stand te houden en belastingmoraal een beetje hoog te houden. En die moeten toch wel het idee blijven houden dat je met hard werk een beetje naar boven kan komen. En nou ja, je kent al die verhalen, dat je kinderen het beter krijgen. Nou ja, goed, dus zekerheden komen een beetje onder druk. Collectiviteiten staan onder druk. Jullie hebben het eerder in deze ronde over de vraag gehad of er wel of geen kloven zijn in het land. Althans, die vraag heb ik horen langskomen in een van die praatjes, nou, daar kun je over debatteren of dat er sprake is van kloven en van enorme onoverbrugbare verschillen. Maar wat vaststaat is dat er verschillen zijn in de mate waarin mensen in dit land beschermd zijn. Tegen inkomensderving, tegen risico's, tegen pech, tegen tegenslag. Die verschillen zijn groot, die verschillen zijn groter dan voorheen. En dat doet iets met de opstelling van verschillende groepen in de samenleving. Nou, ik ga even een klein stukje geschiedenis doen over zekerheid in Nederland. Waar komen we vandaan? Dus wat is eigenlijk het referentiekader van mensen als ze het hebben over zekerheden die onder druk staan? Nou, de lat die ligt behoorlijk hoog in dit land. Het is een ontzettend rijk land. En na de oorlog is de welvaart enorm gestegen. In de 60 jaar tussen 1948 en pakweg 2009 zijn de verdiensten per Nederland meer dan verviervoudigd. Dat zie je hier op dit plaatje. Dat heeft het CBS ooit gemaakt, zeg maar na de oorlog. Wat er gebeurd is, nou, je ziet dat bovenste blauwe lijntje, dat is de inkomen. Het lichtblauwe lijntje is het BBP per inwoner, het inkomen per hoofd van de bevolking. Dat is geëxplodeerd, het is verviervoudigd. Dit is een index van 100 naar 400. En we zijn niet harder gaan werken, want het is dat rode lijntje. Dat is redelijk vlak gebleven, we zijn niet meer uren gaan maken. Maar we zijn heel veel productiever geworden. Dat is niet zomaar een stijging, dat is spectaculair. Het is ongekend, het is zonder precedent. De generatie van mijn moeder, en ik denk de generaties van heel veel moeders en vaders, van jullie moeders en vaders ook, de veranderingen en de enorme toename in welvaart die zij hebben meegemaakt, die generatie heeft meegemaakt, heeft geen historisch precedent. En op geen enkel ander moment in de geschiedenis. Je hoort heel veel over de Gouden Eeuw, die enorm tot de verbeelding spreekt. En mensen hadden toen allerlei onmetelijke rijkdom. En je had tulpenhandel en windhandel en kunstverzamelingen. Deze welvaartstijging... is vele malen groter dan wat er in die Gouden Eeuw gebeurde. Dat is allemaal kinderspel. En het loslaten van de geleide loonpolitiek heeft daar ook bij geholpen in de jaren 60. De lonen konden heel hard omhoog. En die historisch unieke periode
Daar heeft een collega van mij, economisch journalist Annegreet van Bergen, heeft daar een aantal jaar geleden een boek over geschreven, over die periode, voor wat er nou allemaal is veranderd in die tijd. Het heet Gouden Jaren. Het verkoopt als een dolle. Het is ook een heel fijn boek. En dat zoomt in op die hele dagelijkse dingen en wat er allemaal zo ongelooflijk veranderd is. En hoe het land in een soort land van melk en honing is veranderd. Van de rijkste, veiligste, best georganiseerde landen ter wereld. En Van Bergen die laat in het boek ook allerlei dingen zien die je wel wist. En als je ze leest, denk je, oh ja, over in de jaren 70 moest je nog bellen bij de buren, want 3/4 van de mensen had geen telefoon. En mensen gingen 1 keer per week in bad, nog in de jaren 60, met de hele familie in dezelfde tel met water. En als je op vakantie ging, ging je een stukje rijden en dan ging je in de berm picknicken. En dingen als huisvesting, hoger onderwijs, exotisch voedsel. Ze heeft het over een ananas, dat zij in haar jeugd voor het eerst een ananas zag. Verre vakanties, die dingen waren 30, 40, 50 jaar geleden ongekende luxe en die zijn nu gemeengoed. We kopen allemaal een ananas bij de Albert Heijn en we vliegen allemaal naar die ananassen toe zelfs. En deze groei in die grafiek meet het inkomen in geld, hè, in beste maatstaf die we hebben, maar het is een onvolkomen maatstaf. Want het is heel ingewikkeld om echte welvaartsgroei goed te vangen. Het is veilig om aan te nemen dat dit cijfer de werkelijke welvaartsgroei ook nog eens flink onderschat. Want er zijn ook nog allerlei technologische verbeteringen en kwaliteitsverbeteringen geweest in ons leven. Dat is zo gek, het volgende plaatje gewoon met het speldje, denk ik. Hè. Kijk, dit is een hele oude advertentie van Radio Shack uit de jaren 80. Dat was een elektronica bedrijf. En als je 30 jaar geleden nog, dan kocht je een computer apart, je kocht muziekinstallatie apart, een telefoon apart, versterker apart, opnameapparaatje, een video recorder staat er allemaal op. Deze apparatuur bij elkaar opgeteld is in huidige waarde ongeveer $500 waard. Tegenwoordig zit dit allemaal op een telefoontje van €500. Dus die waardestijging is nog niet eens meegenomen in die enorme welvaart die de generatie voor ons en wij als kinderen van die generatie hebben meegekregen. En naast deze welvaartsexplosie had je dus in diezelfde jaren parallele ontwikkeling. Het vaste arbeidscontract, hè, met in marmer gebeitelde zekerheden. Hè. Ook nou ja, ergens in de oorlog eigenlijk ontstaan. Hè. In de oorlogseconomie, Duitsers wilden stevige controle uitoefenen op arbeid. Je had een vergunningenstelsel, je moest toestemming vragen aan het arbeidsbureau als je iemand wilde ontslaan. Je moest zelfs toestemming vragen aan het arbeidsbureau als je van baan wilde veranderen. Nee, dat systeem is min of meer intact gebleven omdat het handig was voor de wederopbouw. Ik zeg het nu even heel kort door de bocht, maar nou ja. We hebben nu nog steeds een preventieve ontslagtoets. Je kan niet zomaar iemand op straat zetten als werkgever. Nee, dat is nog een soort erfenis daarvan. Dat zijn hele lange lijnen, dat zijpelt nog steeds door. Dus je had die enorme welvaartsgroei en die vaste contracten. En toen gebeurden er een paar dingen, jaren 70, 80, 90. En flexarbeid kwam op, eerst heel langzaam met uitzendbureaus. Als mogelijkheid om uit dat hele moeilijk mensen kunnen ontslaan te kunnen komen en wat flexibiliteit te kunnen krijgen. Sociale zekerheid begon, en was op zijn hoogtepunt eind jaren 70, begon heel langzaamaan zo steeds wat af te bouwen. Het was wel heel ruim in zijn jasje gegroeid. Er kwamen steeds meer buitenlanders, hè, migranten, arbeidsmigranten, van alles. En je ziet afgelopen decennia dat het besteedbaar inkomen een beetje aan het afvlakken is. Dus dat mensen er niet meer in reëel inkomen heel erg op vooruit gaan. Dus allemaal dingen die dan samenkomen. En dat is allemaal vervelend. Dat is allemaal onprettig. En Sociaal Cultureel Planbureau die meet met enige regelmaat ook het onbehagen. Die kwamen een paar jaar geleden ook met een begrip angst voor de toekomst, toekomstangst. Van, het gaat eigenlijk best oké, maar het wordt nooit meer zo mooi. Er verdwijnen alleen nog maar dingen. Op een gegeven moment, als het zo goed gaat, kan het alleen nog maar slechter gaan. Dat die binnenlandse herverdelingsmachine misschien een beetje stokt. Nou, van al die vier dingen die samenkwamen, dat afvlakkend besteedbaar inkomen, die flexarbeid, die sociale zekerheid, die migratie, wil ik er twee uitpikken. De flexarbeid en die sociale zekerheid. Nou, die sociale zekerheid heel erg in vogelvlucht, ook heel erg platgeslagen. Die enorme welvaartsspurt van dat eerste plaatje, die heeft verzorgingsstaten mede kunnen financieren.
We hebben, voor de oorlog was je vooral afhankelijk van de Caritas als het niet lukte om eigenstandig een inkomen te verwerven. En, tijdens de bezetting kreeg je arbeidsbureaus voor werklozen, je kreeg verzekeringen tegen pech. Nee, dat groeide allemaal door, je kreeg de AOW. Mooie anekdote over de AOW toen Willem Drees die invoerde, jaren 50, vorige eeuw, praten we nu over. Toen kregen mensen voor het eerst echt de AOW. Toen gingen ze bedankbriefjes sturen naar het ministerie om te bedanken voor het geld. En als ze wat overhielden, stuurden ze dat ook terug, want dat hadden ze overgehouden. Zoveel aandoenlijke dankbaarheid. Kom daar nu nog maar eens om. Eind jaren 70 had je het sluitstuk van de sociale zekerheid, de volksverzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Als een huisvrouw invalide werd na een val van de trap bij het ramenlappen, kreeg ze tot haar 65e uitkering en daarna AOW, volledig verzorgd. Dat was eenmaal. Niet alleen omdat opvattingen ook veranderden, over hem moet het nog wel allemaal zo ruim. Maar het werd natuurlijk ook best wel duur allemaal. Het is natuurlijk heel lang op die gaspel in Slochteren, hebben we dat allemaal kunnen betalen. Maar goed, op een gegeven moment kwam een crisis in de jaren 80. Het werd ook wel allemaal een beetje duur. En toen ging de politiek, begon eigenlijk toen al in de jaren 80, burger erop te wijzen. Je mag zelfs af en toe ook wel eens met je handjes wapperen. En CDA kwam met het begrip zorgzame samenleving. Het heel lief klinkt, maar waar ook het idee achter zit van we zijn ook maar allemaal verslaafd aan die overheid. Het is een morele crisis, het slaat het hart uit de samenleving. Je kunt ook een beetje voor elkaar zorgen. Je hoeft niet de hele tijd je handje bij ons op te komen houden. Ga elkaar maar eens helpen. En bij het wetenschappelijk instituut van het CDA is dat van een goed ideologisch verhaal voorzien. Jan-Peter Balkenende werkte daar toen. Die heeft dat later als premier nog kunnen uitvoeren of in elk geval in praktijk kunnen brengen. Links bloeide natuurlijk eerst, maar goed, toen kreeg je jaren 90 overheidsfinanciën, de WAO die enorm uit de klauwen liep, half Nederland was arbeidsongeschikt. En toen was het Wim Kok die toch echt zei van dat moet anders. Dus je kreeg ook een nieuw mensbeeld in die tijd. Dat de burger calculerend is en dat hij aan het shoppen is geslagen. Dat je een soort vitrinekast hebt met allerlei voorzieningen. En die burger, als je dat niet een beetje in toom houdt, dan blijft hij daar maar uit te trekken. En dat doet mijn handje klap met werkgevers en glijdt dan zo die WAO in, terwijl hij helemaal niet arbeidsongeschikt is. Dus er was een soort wantrouwen ook ontstaan vanuit de overheid jegens haar burgers. Want dat ging allemaal op kosten van de samenleving. Partij van de Arbeid, bang van, draagvlak voor de verzorgingsstaat wordt ondermijnd als je misbruik toestaat. En die middenklasse moet dat wel blijven financieren, dus het misbruik moet aangepakt. En Wim Kok noemde toen het P-woord al, een participatiesamenleving, daar moeten we naartoe. Dat is jaren 90. VVD vond het ook altijd wel een goed idee. Minder vangnet, meer trampoline moet het zijn. Liever, je hoeft niet zo'n uitgebreide sociale zekerheid te hebben. Liever een kleiner stelsel. Mensen met de ergste afwijkingen, die kunnen daar dan in zitten. Maar de rest, die moet gewoon wel echt aan het werk. En het is tamelijk ingrijpende verbouwing van de sociale zekerheid. Heeft zich zo heel langzaam zo over Nederland ontrold. Mark Rutte werd staatssecretaris voor sociale zaken begin van de eeuw. Eerste tweede kabinet met het CDA. En die maakte van de bijstand toen, van een soort basisrecht dat het was, tot toch meer iets wat je een voorziening voor werkloosheid kan noemen. Die mensen kunnen eigenlijk werken. En pas als ze echt helemaal niks meer kunnen, dan pas doen we die bijstand. Ongetwijfeld reuze terecht allemaal, maar het telt wel op en het tikt wel aan allemaal. En we hadden een paar jaar geleden, dit is troonrede 2013 volgens mij, had iemand het woord participatiesamenleving in de troonrede gesmokkeld. En toen werd er tamelijk opgewonden gemeld in alle hoeken van de wereld. Dit is de Independent volgens mij. Nederland heeft de verzorgingsstaat afgeschaft. Maar goed, dat was natuurlijk al decennia aan de hand. Dat was een ontwikkeling die al veel langer gaande was. Het laatste klassieke bastion, die AOW, was toen al aan het
werd opgerekt. In elk geval, dat was al verbouwd. En nu wordt er steeds meer op de bijstand gedrukt. Hè. Je hebt de Buma nu met zijn basisbanen. Dus ook dat laatste restje mensen, de bijstand, daar wordt heel erg op gedrukt. Er wordt op het minimumloon gedrukt. Dus het is, dat gaat steeds verder. En dat hebben de mensen heus wel door. Nou ja, dan die arbeidsmarkt. In de jaren 70 begonnen de eerste uitzendbureaus. Dat waren toen nog echte cowboys. Dat was toch een beetje raar. Maar voor werkgevers was het natuurlijk wel heel fijn. Want er waren weinig regels voor flexarbeid. Je had die hele vaste arbeidscontracten en je kon niet makkelijk van je mensen af. En er was weinig regels voor flex, dus je kon veel. Dus dat werd speelveld voor werkgevers. En er is wel wetgeving opgekomen, rond de eeuwwisseling de flexwet en later de wet werk en zekerheid. Dus er ligt nu weer een nieuwe wet, wet arbeidsmarkt in balans. Er wordt steeds geprobeerd om dat verschil tussen vast en flex te overbruggen. Maar dat mislukt. En dat mislukt eigenlijk elke keer weer, omdat het vaste contract toch heel erg vast blijft. Dus er blijft een enorme behoefte aan flexibiliteit. We hebben zelfs in 2004 zijn er zelfs meer rechten bijgekomen voor vaste werknemers. Die 2 jaar lang doorbetaling bij ziekte. Gebeurt alleen hier, nergens anders ter wereld. Dus het is een polderproduct ook wel van werkgevers en bonden. Dat je die flexarbeid hebt. Ja, iedereen ZZP'er. Fiscale voordelen. Het is natuurlijk ik geloof dat Meili Vos is die het de hypotheekrenteaftrek van de arbeidsmarkt noemt. En door de zelfstandige aftrek hebben, is het fiscaal enorm voordelig om ZZP'er te worden. Vervolgens raak je in een hele slechte onderhandelingspositie met je opdrachtgever. En wordt er zo laag op je tarieven gedrukt dat die zelfstandige aftrek eigenlijk in de zakken van de werkgever verdwijnt. Maar goed, al deze dingen door die zelfstandige aftrek wordt natuurlijk toch in eerste instantie lijkt het dan heel aantrekkelijk om je zelfstandig te vestigen. En het biedt enorme kansen ook voor platformarbeid, wat we zien bij Deliveroo. Enorme groei van ZZP'ers hebben we dus gehad. Dit is ook CBS en al mijn cijfers zijn van het CBS. Je ziet zelfstandigen met personeel. Die zelfstandige aftrek heeft natuurlijk ook geleid tot mensen die ook wel echt mensen in dienst namen. Maar de grote bulk, dat zijn mensen die geen personeel hebben, die gewoon als ZZP'er zitten. Er zitten heel hoog betaalde professionals tussen en er zitten mensen die op de fiets hamburgers rondbrengen en alles daartussenin. Hier zie je het als in verhouding tot totaal. En daaronder zie je wat daar aan totaal werkzame beroepsbevolking. En dan zie je het lijntje daarboven dat zo naar God gaat. Dat zijn alle zelfstandigen zonder personeel. Dus het is een hele grote groep. Hier zie je dat waar ze allemaal zitten. Heel veel in de bouw, maar ook heel veel in de informatie en communicatie. Dat zijn al die en zakelijke diensten. Dat zijn al die ICT'ers die heel veel geld verdienen, enorme uurlonen hebben. Maar er zitten dus ook mensen tussen die op de bouwplaats staan. Mensen tussen die in overige dienstverlening. Dat zijn ook die hamburgerfietsertjes. Dus er zit van alles tussen. Je ziet ook internationaal, of dit is van de, ook CBS trouwens, ja. Internationaal zie je ook, dit is EU, dat Nederland er met kop en schouders bovenuit steekt. Heel veel ZZP'ers. En de OESO... Dat er meer ZZP'ers zijn. Ja, dus dat het groeit. Ja. Groeit. Ja, dus dat het, ja, dat de groei met kop en schouders er bovenuit steekt, ja. En de OESO die heeft zich er al mee bemoeid. Hè? Die zegt, het gaat in Nederland heel hard. Of het groeit in Nederland heel hard. Dat is positief. Hè? Ondernemerschap, innovatie, flexibiliteit. Bescherming vaste diensten is misschien een beetje groot. Maar wat je ook ziet en wat je ook kan krijgen en ook krijgt, is afnemende kwaliteit van banen, afnemende kwaliteit van baanzekerheid en afnemende kwaliteit van inkomenszekerheid ook. Hè? Die platformen, die kunnen onder dit gesternte
opkomen, groot worden. Ze zijn populair, hè? Deliveroo, Uber, Temper, Helpling. Het zijn een soort makelaars in diensten. En je meldt je aan via zo'n app, je logt in wanneer je wil, je haalt je opdrachten eruit. Je wordt beoordeeld, mede op basis daarvan krijg je weer nieuwe opdrachten of niet. Hè? Dus je moet ook heel erg je best blijven doen. Maar je ziet het in allerlei branches. In mijn branche, in de journalistiek, is het een enorm in opkomst om met freelancers te werken. Bijna alle kranten hebben een steeds groter wordende schil van freelancers om zich heen. En wat je dan ziet, wat er onmiddellijk gebeurt, is dat bij de regionale kranten van het AD bijvoorbeeld stukjes worden getikt voor 13 cent per woord. En als je een stukje tikt voor 13 cent per woord, dan om een idee te geven, je gaat ergens heen naar een bijeenkomst, je schrijft op wat er gebeurt, je gaat terug naar huis, je tikt een stukje, je krijgt 500 woorden in de krant, dan ben je de hele dag in touw geweest, heb je €65 verdiend voor een dag werken, dat is €8,12 per uur, dat is onder het wettelijk minimum uurloon. Nou, voor dat soort bedragen wordt er in allerlei branches gewerkt. Het is niet alleen Deliveroo, het is niet alleen Uber, daar is heel veel aandacht voor. Maar er zijn ontzettend veel branches waar arbeid op deze manier is afgestoten. Of afgestoten, dat klinkt weer zo. Maar in ieder geval geflexibiliseerd. En het is gewoon vele malen goedkoper. En het is zo goedkoop, omdat, nou ja, wat ik al eerder zei, door die zelfstandige aftrek, ga je ZZP rekenen en denk je, oh ja, dat kan wel voor dat bedrag, maar je vergeet dat je eigenlijk de zelfstandige aftrek moet gebruiken om pensioen op te bouwen of om zekerheid in te komen of om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering in te kopen. Maar goed, dat doe je dan niet, want je hebt geen onderhandelingsmacht. Het idee van de overheid was dat je als ZZP een soort onderhandelingsmacht hebt. Maar die heb je dus niet. Dus er gebeuren interessante dingen in dat hele ZZP-vraagstuk. Vallen mensen binnen of buiten een cao? In eerste instantie niet. Zijn ze verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, tegen werkloosheid, tegen kortdurende ziekte? In eerste instantie niet. Bouwen ze pensioen op? Ja, dat is allemaal eigen verantwoordelijkheid, maar ze doen het niet. Die fiscale faciliteiten, ik zei het al, kun je je verenigen? Eigenlijk niet, mag niet, van de mededingingswet. Dus je mag niet zeggen, freelancers, we gaan allemaal bij elkaar minimumtarieven afspreken en daarmee naar werkgevers. Mag officieel niet, moet je heel stiekem doen als je dat al wil doen. Lastig. Kun je staken? Ja, eigenlijk niet. Freelance fotografen hebben onlangs gestaakt een dag. Ja, dat was dan de bedoeling, was dat er dan geen foto's zouden worden afgedrukt in kranten. Nou, die hebben daar eigenlijk niet aan meegedaan. Dus ja, je onderhandelingsmacht is klein, is laag. Ik heb Deliveroo steeds als voorbeeld genomen, wat enorm tot de verbeelding spreekt op de een of andere manier. Ik weet ook niet precies waarom, maar iedereen gaat daar undercover voor rijden en schrijft er stukjes over. Dit is NRC ging er undercover voor rijden. Dit is Joost van de Volkskrant heeft er ook undercover voor gereden. Het is een voorbeeld, maar het staat voor meer. Bij Deliveroo is er dit gebeurd. De riders waren dus eerst, dat zag je in het eerste filmpje van Lubach, die hadden daar een soort vaste, of die hadden een betrekking bij. Toen gooide Deliveroo ze eruit. Die zei, je bent nu zelfstandige, je bent ondernemer. Nou, er is nog een hoorzitting van gekomen in de Kamer, maar ze zijn allemaal ZZP'er geworden. Nou, veel klachten. Uiteindelijk heeft Deliveroo wel een soort van ongevallenverzekering. Hè, als je dan op die fiets ergens tegenaan knalt, terwijl je voor Deliveroo bezig bent, dan krijg je wel ben je verzekerd. Er is in 2018 is er één zo'n fietser die heeft een rechtszaak aangespannen, individueel, tegen deze ZZP-constructie. Die heeft hij verloren. En die heeft hij verloren omdat de rechter naar zijn specifieke situatie heeft gekeken. En deze jongen heeft er vrijwillig mee ingestemd om ZZP'er te worden. Dus de rechter zei, ja, dat heb je, weet je, dus hier kunnen we niet zoveel mee. Later heeft FNV nog een zaak, of heeft FNV een zaak aangespannen tegen Deliveroo. Afgelopen december hebben ze gewonnen, maar dat loopt nog een hoger beroep. En daar heeft de rechter toen van bepaald, nou ja, wie voor Deliveroo maaltijden bezorgt, die is helemaal niet, geen vrije jongen, wie dat allemaal zelf kiest op de golven van het kapitalisme en helemaal zelf uitmaakt waar die naartoe fietst. En de rechter zei ook, de rechter zei van ja, dat is het niet, want
contractvoorwaarden worden eenzijdig opgelegd. Je hebt helemaal geen mogelijkheid om over je voorwaarden te onderhandelen. Tarieven, onderhandelen over tarieven is niet mogelijk. Macht en gezag liggen toch wel echt bij Deliveroo. Dus die hele mythe van vrijheid, flexibiliteit, zelfstandig ondernemerschap. Die is eigenlijk een soort farce om je maar niet te hoeven houden. Ook niet aan de cao voor beroepsgoederenvervoer bijvoorbeeld. Hè. Die cao geldt, heeft rechten bepaald. Maar goed, het hoge beroep loopt nog. Onlangs hadden we een verhaal in de krant waarin de Deliveroo-rijders van die fietsertjes worden geïnterviewd over deze zaak. En die zeggen, ja, we willen helemaal niet gered worden. Wat een onzin, ga weg met die vakbond. We zijn gelukkig met onze WhatsApp-groep. En we maken dat echt zelf wel uit of wij zielig zijn of niet. Maar die jongen die dat zei, die was student supply chain management. Dus het is een jongen die stapt straks gewoon weer van die fiets af. Over een paar jaar en dan gaat hij iets in de supply chain management doen. Dus die heeft daar natuurlijk niet zo'n last van. En wat je wel zag, wat ik wel grappig vond in dat verhaal van die jongen, zei, ja, je moet ons verder niet redden. Die zeggen, ja, het is heerlijk zo, je kan werken wanneer je wil. En je hebt helemaal geen kwalificaties nodig, je hebt geen taalvaardigheid nodig. Het is ook de sport om lekker meer bij elkaar te fietsen en een beetje hard door te fietsen. Maar daarnaast begonnen ze wel te zeggen, ja, Deliveroo draait wel aan tarieven. En daar weten we eigenlijk helemaal niks van. En dan zie je plotseling, ik heb minder verdiend. En eerst krijgen we €5 per order en toen werd het toch weer een wisselend bedrag. En het lijkt toch wel wat minder te worden met die vergoedingen. En ja, ik heb toch de indruk, zegt een ander, dat Deliveroo toch zoveel mogelijk couriers recruteert. Of voor ons kunt doen wat ze willen. Ja. En het is altijd wel iemand die tegen een ander tarief wil werken. Ja, dus het maakt helemaal geen indruk meer als ik bestellingen weiger. Dus ze hadden ook wel argumenten waarom het toch misschien niet helemaal kosher was. Dat je, als je die onderhandelingsmacht niet hebt, dat je toch echt ook wel een beetje afhankelijk bent, hè, van de welwillendheid van de sterkste. Van de bovenliggende partij. Maar goed, toch willen ze dit. En waarom willen ze dit? Het zijn jonge, gezonde mannen en die hebben een prima toekomstperspectief. Hè? Die supply chain management studeren en andere moeilijke, lange, Engels klinkende titels. Dus het zijn jongens die doen het voor even. Er was ook eentje die studeerde business innovation, weet je. Dus het maakt hun niet zoveel uit onder wat voor omstandigheden je rondrijdt met iemands pizza in zo'n warmhouddoos. Die hebben nog geen gezin te onderhouden, die hebben geen hypotheek af te lossen, die hebben geen versleten rug. Die vinden het niet erg als wanneer ze vrijnemen dat ze het zelf moeten betalen. Die denken nog niet aan pensioen. Dus al die dingen waar we een systeem voor hebben gebouwd, hè, van strijd en solidariteit en risicodeling. Daar kunnen zij zich in feite aan onttrekken, omdat het hun pakje nog niet is. En ook niet wordt, want ze stappen op tijd uit die branche. Ik heb met een van die riders gesproken, een Amerikaanse jongen, Pieter Timko, die doet onderzoek naar nieuwe vormen van hoe je nou wel kunt verenigen. En hij zegt, ja, je moet je verenigen. Je hebt collectiviteit nodig om zekerheid te verwerven en bescherming. Maar hij zegt, het is ontzettend moeilijk, want al die jongens met wie hij fietst, die hebben daar geen enkele boodschap aan. Die vinden dat allemaal onzin. Dus het is ingewikkeld. De vakbond heeft het FNV ook niet gelukt om verbinding te leggen met deze jongens. Hè. Die vinden dat maar niks, dat de FNV namens hen aan het procederen is. Maar goed, je krijgt dus ondertussen wel, de bond gaat heus wel door met rechtszaken. In de polder komt er niet uit. Dus er worden andere wegen gezocht om die arbeidsmarkt te reguleren. Of om in elk geval nog iets van collectiviteit overeind te houden. En platformwerk is geen bijbaan. Het is voor... Een groot deel van de mensen die voor platform rijden is het niet een bijbaan. 40% werkt tenminste 15 uur per week via een online platform. Een kwart van die platformwerkers verdient 50% of meer van zijn inkomen op deze manier. Dus echt wel inkomensverwerving. Een kleine 20% verdient zelfs meer dan 75% van zijn inkomen met platformwerk. En een kwart van de platformwerkers verdient onder het minimumloon. En dat is vooral niet per se omdat je, als je iemand fietsen bent, zo weinig krijgt. Maar je hebt heel veel onbetaalde wachttijd. Dan zit je gewoon te wachten tot er wat binnenkomt. En al die tijd verdien je niks. En ze zijn kwetsbaar voor
beoordeling. Hè? Dat hoort erbij, dat je via zo'n appje mensen beoordeelt. En die mededingingswetgeving waar ik het eerder over had, die belemmert dus ook hun grondrechten. Nou ja, goed, dat geldt dus eigenlijk voor die hele ZZP-branche. Je hebt natuurlijk aan de bovenkant mensen prima onderhandelingsmacht, die kunnen het allemaal best zelf. Maar aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt het toch ook wel een excuus voor het omzeilen van collectieve zekerheden. En aan de bovenkant wordt het een excuus voor niet meebetalen aan collectieve zekerheden. Dus het wordt aan beide kanten een ingewikkeld ding. Nou, er zijn allerlei juridische vragen. Hè. Je kunt met een vergrootglas gaan kijken naar al die platforms. Kun je zeggen, nou, is dit een arbeidsovereenkomst of niet? Je kunt gaan plaveren, is dit nou schijnzelfstandigheid of niet? Gelden er andere regels? Is er discriminatie, is er uitbuiting? Daar zijn regels voor, daar heb je geen arbeidscontract voor nodig. Kun je al of niet zeggen of die mensen onder een cao vallen? Kun je misschien toch niet al of niet beargumenteren dat ze wel onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds vallen? Je kunt op allerlei manieren daar naar kijken met een vergrootglas, is misschien ook wel allemaal een beetje korte termijn oplossingen. Hè? Korte termijn oplossingen zijn populair, want dan kun je snel brandje blussen en je loopt al heel gauw vast in moerassen van belangen. Maar goed, schijnzelfstandigheid bestrijden is natuurlijk een van die korte termijn oplossingen voor. Hè? Dat je de bewijslast bijvoorbeeld omkeert, dat een inhuurder van ZZP'ers in principe als werkgever wordt gezien, tenzij kun je het doen. Dat je bijvoorbeeld kunt aantonen dat tarieven onderhandelbaar zijn of niet. Je kunt zelfstandig aftrek koppelen aan een verzekeringplicht. Dat je die alleen maar krijgt als je ook echt verzekerd bent. Dat soort oplossingen worden genoemd. Je kunt verzekeren verplichten voor zo'n hele groep. Met bijvoorbeeld een opt-out mogelijkheid voor als je aantoonbaar zelfredzaam bent. Je kunt aan allerlei oplossingen denken. En de OESO zegt ook, schaf die hele zelfstandige aftrek gewoon af. En verplicht dingen zoals pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar maak ook vast minder vast. Hè. Maak het dan ook, zorg dat dan ook werkgevers makkelijker kunnen schuiven met personeel en makkelijker pieken kunnen opvangen enzovoorts. Want goed, daar moet je ook voorzieningen voor hebben. Nou, kijken naar wat andere landen doen. In Frankrijk zijn platforms verplicht om verantwoordelijkheid te nemen voor hun platformwerkers. Die heeft in de arbeidswetgeving heeft Frankrijk dat een paar jaar geleden opgenomen. Dat als je als inhuurder van dit soort zelfstandigen de prijs eenzijdig vaststelt, dan ben je ook verantwoordelijk ten opzichte van die mensen die voor jou werken. Dan moet je ze bijvoorbeeld tegen arbeidsongevallen verzekeren. Je moet ze bijvoorbeeld helpen met scholing. Italië die verbiedt eenzijdige wijzigingen van contractvoorwaarden of tarieven. Dus als dat een keer hup, bam, anders wordt, dan moet je daarover kunnen onderhandelen. Of dan, dat mag dan gewoon niet zomaar. Je mag dingen niet zomaar voorschrijven. Goed, het is allemaal korte termijn. Wat doen we? In de lange termijn is het kernprobleem dat zekerheid en bescherming gekoppeld zijn aan het type contract. Heb je een vast contract of heb je geen vast contract? En niet aan het type werknemer. Ben je zelfredzaam of ben je niet zelfredzaam? De Raad van State heeft in haar advies bij de miljoenennota daar een heleboel over geschreven, tot mijn grote verrassing. Dat er veel te veel gedacht wordt binnen beleidskaders die we hebben. Ja, dat is logisch, die heb je daar binnen, moet je het doen. Maar je moet eigenlijk het helemaal loslaten en kijken naar type contracten, naar nieuwe vormen van bescherming die alle werkenden in principe aanspraak geven op sociale bescherming, hè, ongeacht waar ze precies zitten. Dus een veel fundamentelere herijking. Nou, dus de Raad van State is gek op fundamentele herijkingen. Maar het is natuurlijk wel, het is natuurlijk ook wel waar. Weet je, de arbeidsrecht, sociale zekerheid, pensioenstelsel. Maar ook zelfs, je zit zelfs tot in de woningmarkt doorwerken. In het belastingstelsel, het werkt overal door. Die nieuwe verhoudingen, wat moet je doen? En wie moet waar tegen beschermd worden? Wat vinden we nou eigenlijk? Hè? Is het ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid? Is het ook achterop raken met kennis en vaardigheden? Moet je mensen, is het een overheidstaak om te zeggen, je moet mensen ook beschermen tegen veroudering van kennis? En moet je ze ook scholingen bieden? Wat betekent het voor de huidige verhoudingen in de SER?
Als daar vakbonden en werkgevers aan tafel zitten, terwijl er geen werknemers meer zijn en geen werkgevers meer zijn, maar een heel ander type. Wat moet je doen? Hele grote vragen, hele grote opgaven. Ik denk van fundamenteel belang. Ik denk ook, maar dat zal misschien liggen aan, nee, dat zei ik al in het begin, aan de bubbel waarin ik verkeer, dat het ook gewoon fundamenteel raakt aan heel veel sociale onvrede. Dat als je hier wat zekerheid kan bieden, dat je misschien iets van die, van het onbehagen wel pakt. Ik weet het ook niet. Ik ben ook heel benieuwd hoe jullie daarover denken. Het nadeel van zo'n rijk en goed georganiseerd land hebben is ook natuurlijk dat het alleen maar minder kan worden. Dat is ook gewoon het probleem. Je hebt het gewoon fantastisch geregeld. En dan doe je het dus eigenlijk nooit goed. Totaal ongerelateerd. Ik was afgelopen weekend een hele lange tijd was in de Efteling, want mijn dochter was jarig en die wilde met het gezin daar naartoe. En wij waren in enorme bewondering over hoe goed het daar geregeld is voor mensen in een rolstoel. Dus je kan er zo in en alles. En overal, ze krijgen allemaal een netjes plek en allemaal aparte ingangen. Dus zeiden wij, nou, geweldig, het is topplek, die Efteling. Dus ik op de terugweg denk, nou, daar hebben ze vast een prijs voor gewonnen. Ze googelen Efteling, rolstoelvriendelijkheid. Nou, alleen maar klachten. Het was allemaal, er zijn zelfs kamervragen geweest een paar jaar geleden, want het was toch niet helemaal 100% goed geregeld. En ja, weet je, dat is ook het probleem wat we in Nederland hebben. Het is al snel niet goed. Ik moest van Jaap, zeg ik erbij, stellingen formuleren. Dus ik heb er maar even heel snel drie opgeschreven. Ja. Dat is voor na de pauze misschien. Ja, nou, ik wilde eigenlijk de zaal een vraag meegeven voor tijdens de pauze. Goed. Ik dacht, ja, weet je, stellingen, ja, moest van Jaap. Maar ik dacht, wat ik in de trein op weg hier naartoe, dacht ik, ik wil eigenlijk graag iets terug horen van jullie. Ik dacht, ik wil ook wel ophalen. Is dit nou echt zo'n fundamenteel probleem? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ik kijk natuurlijk heel erg door een bril van brood, boter, biefstuk. Dat is wat de mensen willen hebben. En verder, daar gaat het om. Jullie zitten op een heel ander ministerie. Denken daar waarschijnlijk heel anders over. Dus ik ben heel benieuwd wat volgens jullie de grote thema's zijn. Die nodig zijn om het land nog een beetje gezellig en leuk en vriendelijk en tevreden te houden. Of jullie dit delen, of als jullie denken, ja, we zien totaal andere thema's en problemen die veel groter zijn dan dit. En dit is een bubbelprobleem van arbeidsmarktmensen. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dus daar wil ik jullie ook graag straks over horen, na het broodje. Want ik krijg nu... Wat volgens jullie of dit volgens jullie echt een kwestie is, of dat je zegt, nee, er zijn echt hele andere kwesties waarvoor wij hier elke ochtend naar ons werk gaan en die veel groter zijn dan dit, als het gaat om wat doe je met de samenleving en wat is belangrijk voor het land. Ik ben Mariel Schouw, ik werk bij DG Migratie. En ik zou graag willen weten hoe je eraan tegenkijkt, want ik weet ook iets meer over het fiscale stelsel. En wat je gewoon merkt is dat je met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel ben je eigenlijk zelfstandige. Maar je weet eigenlijk niet waar je ja tegen zegt. Nee. Ook bijvoorbeeld dat je een stukje van de zorg zelf moet betalen. Startersaftrek die maar 3 jaar geldig is, zelfstandige aftrek. En ja, je bent niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Je pensioen moet je zelf opbouwen. Dus daar denk ik dan van, zou niet het ministerie van Sociale Zaken of Financiën of misschien wel Justitie moeten zeggen van daar gaan we meer wet en regelgeving op ontwerpen en daar ook niet jaren op wachten. Want Uber of de bezorgers, die bestaan ook al enkele jaren. Ja, ja, nou ja, daar wordt ontzettend over nagedacht. Voor zover ik weet. En er zijn ook wel op voorstellen voor oplossingen. Dat je bijvoorbeeld die fiscale voordelen op een of andere manier koppelt aan verzekeringsplicht. Daarvoor moet je wel het een en ander veranderen. Maar dat is een optie.
Of dat je hem helemaal afschaft zelfs. Hè. Er zijn ook mensen die zeggen, je moet die zelfstandig aftrek gewoon afschaffen. Dat, omdat dat onevenredig ook wel heel hoog op verdienende ZZP'ers juist ook wel weer bevoordeelt. Dus daar wordt ontzettend over nagedacht op voor zover ik weet, op die ministeries en ook voorstellen. Er zijn ook allerlei voorstellen van, maar je loopt de hele tijd weer vast in allerlei belangen en gedoe. Het is ook heel erg ingewikkeld, want als je hier gaat trekken aan iets, dan heeft het daar gevolgen en daar. Dus het is een enorme puzzel. Vandaar ook dat die Raad van State zei, je moet gewoon alles herijken. Nou ja, goed, dan ben je een paar decennia verder, ben ik bang. Maar dat, ja. Ik ben ZZP'er. Kijk. ooit begonnen bij het ministerie van Justitie en nu onder andere werkzaam bij, bij het platform. Ingehuurd dus. Ik heb één opmerking en één vraag. Kan je uitleggen waarom Nederland zo hoog staat in dat rijtje wat je net liet zien? Kroatië onderaan met blijkbaar heel veel vastigheid. En waarom is Nederland nou zo kampioen ZZP'er? Dat het zo gegroeid is. Het is vooral de groei, hè, dat je ziet dat het heel hard gaat. Nee, dat heeft te maken met dat vaste contract door veel werkgevers als te vast wordt gepercipieerd. Je kan iemand niet zomaar ontslaan. En het is allemaal heel gedoe. En dan moet je toestemming vragen aan het UWV. Of je moet naar de kantonrechter. En als iemand ziek is, dan moet je hem doorbetalen. Dan moet je hem nog een keer doorbetalen. Je blijft maar doorbetalen. Dat is het idee. En dat is ook wel zo deels. En door die fiscale faciliteiten die er zijn gecreëerd, is het heel aantrekkelijk geworden voor mensen om flexibel te zijn. Het is ook, heb ik me ook wel eens door een arbeidsmarktdeskundige laten uitleggen, ook wel cultuur. Het zit nu ook wel gewoon een beetje. Nou ja, het zit soort van ook wel ingebakken. In, wat zei je? Die waren ook gewoon in dienst. Die waren in dienst. Ja, het kan. Ja, we zijn er nog lang niet. Ja. Nee, hoor. Dus het is ook wel cultuur, ook wel idee van dat je het op deze manier wil doen. Wat ik ook wel eens heb gehoord, en je merkt het ook wel als je met bedrijven gaat praten, dat bedrijven ook heel erg van elkaar afkijken. Van, oh, die doet het met allemaal freelancers. Oh, dan moeten wij dat ook. Of dan gaan wij dat ook. Het is ook goedkoper. Dus ja, het is zo'n samenspel waardoor een stelsel is ontstaan hier. Onbedoeld, plotseling heel veel ZZP'ers hebben. En de tweede is wat ik mee wil geven aan het ministerie. Of dit is het platform Rule of Law, de rechtsstaat. Een van de belangrijke dingen is ook onafhankelijkheid, is een woord ervan. We hebben het wel over rechtszekerheid en over rechtsbescherming, hele belangrijke begin. Maar onafhankelijkheid is ook een heel belangrijk begin. Nou, in de journalistiek, dat weet jij ook als geen ander, staat die onafhankelijkheid enorm onder druk. Je had het al over de regionale journalistiek. Toen ik begon bij Dagblad Trouw, toen ik dus vrijwillig ontslag had genomen bij het ministerie van Justitie, kreeg ik omgerekend voor een groot interview in de Zaterdagkrant €700. Dat is nu minder dan €300. Ja, die tarieven dat is 25 jaar tijd. Dit is de realiteit. Dus om mijn inkomen te kunnen voorzien, werk ik onder andere voor het ministerie van Justitie. Want dat vult mijn inkomen aan. Zo doe jij natuurlijk ook. Je geeft lezingen, daar word je voor betaald, waardoor je weer ook opiniedingen. Maar dat zet de onafhankelijkheid van de journalistiek wel onder druk. We hebben straks provinciale verkiezingen. Er zijn nauwelijks meer regionale journalisten in vaste dienst. Dus die moeten ook bijklussen bij de website van het lokale bouwbedrijf om gewoon een reëel inkomen te hebben. En dat is een reëel gevaar. En dan heb ik het nu over journalistiek, maar dat geldt ook voor juridische dienstverleners die met de race to the bottom in de tarivering daar zitten. Dus ik geloof ook dat die vrijheid van dat ZZP-schap heeft heel veel mooie dingen, maar bedreigt fundamentele dingen die ook met die rechtsstaat te maken hebben. Ik denk dat iets is wat we ons moeten realiseren. Ja, volledig mee eens. Ja, dat is ook wat ik bedoel met mijn verhaal. Ja, het heeft echt consequenties. Het is niet zomaar, ik doe even een bijbaantje. Het heeft gevolgen, ja. Volgens mij hebben we tegenwoordig een heel andere arbeidsmarkt. En is het geen arbeidsmarkt meer waar werkgevers kunnen vragen wat ze willen, maar het is net als andersom. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat werknemers, zeker als ze wat hoger opgeleid zijn, steeds meer, moet ik gaan praten, meer de microfoon af. werknemers, zeker als ze steeds meer hoger opgeleid, steeds hogere eisen gaan stellen. Maar blijkbaar werkt dat nog niet zo.
Kijk, we hebben natuurlijk het verschil met die... Er zijn een aantal heel erg goed betaalde ZZP'ers. En dat klinkt misschien gek dat ik dat zeg, maar daar hoort bijvoorbeeld ook de topadvocatuur bij. In zekere zin zijn dat ook ZZP'ers. En er horen ook nog steeds zelfklussende dokters bij. Want dat zijn ook ZZP'ers in hun maatschappen. Dus ja, die zitten echt in een hele goede boterham te verdienen. In zekere zin ook nog gemonopoliseerde situaties. Ja, die kunnen vragen wat ze willen. Geldt ook voor een aantal ICT'ers natuurlijk, noem maar op. Maar voor een heel erg groot gedeelte is dit een van de illusies van de marktwerking. Geef het over aan de markt. Want dan kun je concurreren op prijs en kwaliteit. En komt uiteindelijk het beste boven. Dat is een totaal achterhaald idee. Ja, dit is een soort mythe van ondernemerschap gecreëerd ook wel. Hè? Dat je dat, dat mensen dat wel kunnen. Dat je kunt onderhandelen. Maar heel veel mensen vinden het heel ingewikkeld. Als je over taxitarieven... Een tijdje lang geleden, toen werd die taximarkt opgegooid, moesten mensen voor taxitarieven gaan onderhandelen. Zouden ze zelf wel doen? Nee, dat ga je niet doen. Dan geeft een taxichauffeur zeggen, ja, ik wil naar daar. En dan zegt hij, ja, tientje. Zeg jij, nee, acht. Dan rijdt hij weg. Weet je, het werkt niet. Heel veel mensen kunnen helemaal niet onderhandelen. Ook niet over hun eigen tarieven. Ja, ongetwijfeld kunnen heel veel mensen niet onderhandelen over hun eigen tarieven. Er is een ander element dat ook werkt. Ik ben een jaar of 5, denk ik, ook zelfstandig geweest in de catering- en evenementenbranche. Dat is een heel interessante business, want daar zijn een aantal enorm grote partijen. Echt, echt enorm. En die hebben gewoon mensen in dienst. Ik werd als zelfstandige vreselijk uit de markt geprijsd. Prijsd is het dan? Ja, begon te twijfelen. Ja. Prijsd, ja. Doordat de grote bureaus in dit geval continuïteit kunnen bieden. Als zelfstandige ben ik wel goedkoper. En we gaan even vanuit dat mijn kwaliteit ook oké is. Ja? Maar als zelfstandige kan ik niet de kwaliteit of de continuïteit bieden die een bureau wel zou kunnen bieden. En daar ben ik als zelfstandige, los van mijn vrijheid... vreselijk meer van afhankelijk dan van een bureau. Dus, ja, dus jouw concurrentiepositie zit niet op prijs, maar zit op iets anders. Ja. Het gaat dus niet alleen maar om tarief en op prijs, maar ook om continuïteit en een andere vorm van zekerheid voor je klant. Ja. En die vind ik wel een beetje aansluiten op wat jij net zei. Je hebt een heel ander soort markt die aan het ontstaan is. En die gaat niet alleen maar over prijs. Ja. En daar is wetgeving wel een belangrijk ding bij. Want bijvoorbeeld de hele aanbestedingswetgeving werkt uiteindelijk zo. En dan kan ik gewoon heel dicht bij huis blijven. Als tekstschrijver in de Rijksoverheid moest je gewoon één keer in de 3 jaar meepitchen voor een raamovereenkomst. Ik ben jurist. Ik vertaal juridische teksten voor een breed publiek. Vindt iedereen allemaal heel erg belangrijk. Delfde uiteindelijk het onderspit met grote gespecialiseerde bureaus die gewoon mensen in dienst hebben om niets anders te doen dan Europese aanbestedingen te schrijven. Nou, omdat je uiteindelijk de vraag is of de kwaliteit... Wat is daar mis mee trouwens? Komt allemaal niet op de film, hè? Omdat het idee is dat het de prijs-kwaliteit verhouding ten goede komt en dat is niet zo. Ja. Ik wil daar reageren op het punt dat die ZZP'ers... Het probleem dat daar geen regelgeving voor komt, politiek gesproken, is dat het juist zo'n enorm divers groep is. Het zijn de mensen die bij Albert Heijn mijn bezorgkrantje vullen, maar ook de topadvocaat. En dat is de grote verschil. En volgens mij, wat moeten we als rechtsstaat of fatsoenlijke samenleving... Die mensen aan de onderkant, die we beschermen van de zwakken, daar moeten we een soort minimum voor afspreken. Dat die mensen ook wel afhankelijk zijn van niet de student die het bijbaantje doet, maar wel iemand die met een mindere school... Dat is die nieuwe vormen. Dus dat je niet meer kijkt naar contract, ben je ZZP'er of niet, maar dat je kijkt naar wat is je beschermingsbehoefte? Hè? Wie heeft behoefte aan bescherming en wie niet? Dus en wat is nog een overheidstaak en wat niet meer? Dus dan ga je het op dat niveau... Het tweede punt van waarde werd ook genoemd de veranderende arbeidsmarkt. Die geldt voor deze Rijksambtenaren. Ik denk dat er toch ook heel wat, naast ZZP'ers, ook heel wat Rijksambtenaren hier zitten. Ook voor ons verandert de wetgeving en wordt die geflexibiliseerd en worden we meer in lijn gebracht met de markt. Dat is ook een verandering van de arbeidsmarkt. En
ja, dat denk ik toch ook. Je ziet nu allerlei schaarses ontstaan, maar nog niet gereflecteerd in loonontwikkeling en meer zekerheid die je zou verwachten bij zo'n veranderende arbeidsmarkt. Wat volgens mij ook deels samenhangt met de zwakkere positie van de vakbonden. Ook internationaal vergeleken. Ja. Als je vergelijkt met België en met Nederland, ja, dan een hele andere ontwikkeling. Deels cultuur, maar deels ook gewoon positie van vakbonden. Vakbonden hebben dit ook wel heel lang goed gevonden. Of in elk geval niet in die mate tegengewerkt. En niet op zijn Frans gewoon bam, blokkade. Maar die hebben hier ook aan meegewerkt. Hè? Ook aan arbeidstijdverkorting en deeltijdwerken. Dus die hele cultuur van kleine baantjes. Het is natuurlijk allemaal hebben met z'n allen goed gevonden. Sorry, ik heb geen mening, maar een vraag. Ik vroeg me af in hoeverre met platformen eigenlijk een deel van de zwarte markt zichtbaar wordt. Hè? Als je het hebt over helpling, over bezorgers, ja. Kan me voorstellen dat dat voorheen gewoon heel veel zwart werk was. Ja. En ik vroeg me af of je ziet, die zwarte markt kunt zien, voor zover je dat kunt zien, hè? Ja. Afnemen en dit opkomen. Ja. Ja, voor wie het niet verstaan heeft, een vraag over de zwarte markt. Hè? Of dit nou deels ook gewoon de zwarte markt oplost. Bijvoorbeeld met helpling, dat je vroeger huurde je een werkster zwart in en nu via zo'n platform, wat daar dan zichtbaar van wordt. Ja, ik denk dat de essentie, ik ben geen expert op die zwarte markt. Ik denk dat de essentie van die zwarte markt is dat we het niet weten. Dus dat we dat niet goed kunnen zien of zeggen. Wat er wel gebeurt, ik weet niet in welke mate, maar ik weet dat dat wel gebeurt, is dat je bijvoorbeeld via helpling hulp inhuurt, maar daarna van dat platform afgaat en het alsnog in het zwarte circuit weer trekt. Hè? Dus dat je zo'n platform gebruikt om aan een klusjesman te komen of een werkster of weet ik veel. En vervolgens dat daar dat contract opzegt en zwart doorgaat. Dat gebeurt ook. Dus het is ook het kan juist ook wel weer zwarte economie op een andere manier bevorderen. Maar ik weet niet of die omvang. Dat weet ik niet. Wat ik me al een tijdje afvraag, is eigenlijk hoe dat überhaupt economisch duurzaam kan zijn. Omdat ik vroeg me dit eigenlijk altijd vooral af bij zorg en de participatie, zeg maar de combinatie van participatiesamenleving en de zorg. Mm-hmm. Want als je ervan uitgaat dat mensen veel meer bijvoorbeeld voor hun eigen ouders moeten zorgen en daar een heleboel tijd aan gaan geven, is dat ook tijd die ze dan niet kunnen werken. Ja. Dus ik vroeg me eigenlijk altijd af, hoe kun je het economisch passend maken dat we eigenlijk allemaal veel meer tijd zouden moeten besteden aan elkaar, terwijl we ook veel tijd moeten besteden aan ons eigen geld verdienen. En dat je dan al die mensen in de zorg hebt die dan uiteindelijk niet meer in de zorg wilden werken, want er was geen geld meer te verdienen en nu moeten we ze allemaal weer terug. Want ik snap niet hoe we dat dachten dat dat economisch gezien zou werken. Ja. Heb jij daar reflecties op? Nee, je kan zeggen, als mensen de tijd hebben en nemen om voor andere mensen te zorgen, dan kunnen ze dat kennelijk betalen. Dan hebben ze die tijd. Dat is een keuze. Hè? Als je uitgaat van keuzevrijheid, kun je zeggen, mensen kiezen er ook voor om voor hun zieke familieleden te zorgen. En kennelijk kunnen ze dat financieren of kunnen ze dat opvangen binnen gezinsverband. Dus je kunt op die manier aanvliegen. Je kan ook zeggen, ja, het is in feite arbeid die betaald zou moeten worden. Een hele oude discussie of je huishoudelijke arbeid ook zou moeten betalen als je thuis dweilt. Is dat geen economische waarde, maar als de werkster het doet wel, want die krijgt er een tientje voor. Ja, die discussie kun je ook op die hele zorg plakken. Dus ja, kijk, mensen doen het omdat het kan. Het kan uit, anders zouden ze het niet doen, kun je zeggen. Want in vervolg daarop vraag ik me eigenlijk ook af of we gewoon niet alles te goedkoop willen. Want dat is eigenlijk, het is een filosofische vraag. Ja, dat is misschien wel de fundamentele herijking. Dat we soms moeten accepteren dat soms dingen gewoon echt duur zijn. Ja. Of dat we echt daar anders naar moeten gaan. Want ja, mensen zijn gewoon duur. En ja. Net zoals bijvoorbeeld met vlees kopen in de supermarkt. Vlees is eigenlijk gewoon duur. Ja. Dat soort, ja. Nee, dat is een filosofische vraag. Die kun je ook helemaal doortrekken naar, moet je iets kopen wat in een lage lonenland is gemaakt? Want dat is, dat zijn, ja. Misschien iets te breed voor nu. Ja, maar wel heel leuk. Ja. Ja, misschien inderdaad ook iets wat hier allemaal wel aanraakt. Als je het toch hebt op een soort herijking van hoe kijken we nou naar onze samenleving, dan denk ik dat heel veel samenkomt in
hoe ga je om met grote bedrijven, multinationals, meer bedrijven die via internet, de Deliveroo's en Ubers. Hoe reguleer je die en hoe installeer je daar een soort ethos die we misschien van ouderwetse bedrijven wel kennen en verwachten? Want daar komt natuurlijk zoveel in samen. Alles moet goedkoop, maar de marges zijn enorm. Er wordt geen belasting betaald. Ik denk dat je daar fundamenteel over zou moeten nadenken. Van hoe ga je nou om met die macht, die enorme macht die de winnaars van onze kapitalistische strijd inmiddels hebben gekregen. Ja, ja. Want daar komt natuurlijk gewoon heel veel samen. En dat is iets wat denk ik voor een heel groot deel niet zichtbaar is. En ik denk dat daar ook heel veel aandacht voor zou moeten zijn. Van hoe ga je nou om met die verantwoordelijkheid die je hebt op het moment dat je zo ontzettend veel geld verdient, maar ondertussen het allemaal parkeert bij trustkantoren in weet ik veel waar. Ja, een heel ander verhaal, maar ook belangrijk. Ja, wie draagt, uiteindelijk komt het neer op wie draagt wat bij aan de samenleving. Draag je het hier bij, of draag je het elders bij, of draag je het helemaal niet bij? En dat is natuurlijk lastig, want op het moment dat alles binnen onze grenzen zou gebeuren, is dat natuurlijk heel overzichtelijk. Ja. Maar ja, in hoeverre is dat niet het geval? Je kan je grens sluiten, maar dan heb je niet die enorme welvaart die ik eerder liet zien. Hè. Dan moeten we allemaal zelf koeien gaan melken. Kan je ook heel gelukkig van worden. Maar, ja. Ik vind het een hele, hele fascinerende discussie. Hij gaat inderdaad alle kanten op. Ik ben Chantal Lakbel. Ik werk bij DG Straf en Bescherming, iets heel anders. Maar een van de dingen die mij opvalt is dat we wel weer heel erg naar de overheid aan het kijken zijn met wet en regelgeving. Mm-hmm. En eigenlijk de vraag om hulp om daar uit te komen. Ja. Terwijl tegelijkertijd eigenlijk in navolging van mijn buurvrouw het eerste wat bij mij opkomt, dan denk ik, ja, die consument. Ja. Als die consument inderdaad ook op een gegeven moment gewoon niet meer zijn pizza voor 6 euro thuisbezorgd wil hebben, dan kun je daar ook natuurlijk op een gegeven moment anders naar gaan kijken. Ja, je kunt de marktordening overlaten aan consumenten. Maar dat gaat natuurlijk maar tot op zekere hoogte. We hebben natuurlijk ook wet en regelgeving om allerlei lage driften van mensen een beetje in te tomen. En de consument is ook geen beter mens dan elk ander mens. Zit het precies in het midden? Want die wet en regelgeving is ook niet de ultieme oplossing om alles te reguleren. Omdat vervolgens iedereen moet zich er wel aan houden. En dat lukt dan vervolgens ook weer niet. Ja. Nee, maar waar het mij vooral om gaat is dat je natuurlijk er is wet en regelgeving voor beide groepen, maar die verschilt heel erg. En daardoor, eigenlijk door wet en regelgeving, creëer je verschillen. Of creëer je deze arbeidsmarkt. Die is een gevolg eigenlijk van wet en regelgeving. Dus dan denk ik dat je als overheid wel degelijk iets aan reparatie of kan doen. Die ZZP'ers, dat is eigenlijk een reactie op de bescherming die je nu als werknemer hebt als je in vaste dienst bent. Ja. Maar de grap is, die was er natuurlijk ook niet altijd. Die is ontstaan vanuit het tijdperk dat werknemers werden uitgebuit. Ja, precies. Ja. Dus eerst hadden we een ook bijna marktwerking, maar dat was niet echt gekozen door die werknemers. Ja. Hè, die mochten vechten om hun baan en werden uitgebuit. Die gingen zich organiseren met vakbonden en gingen de strijd aan met werkgevers. Dat heeft uiteindelijk ook geleid, denk ik, tot beschermende regelgeving. Ja, absoluut, ja. En toen vervolgens, vindt iedereen weer die regels die we dus hebben te streng. Of te kostbaar waarschijnlijk. Ja, te kostbaar vooral. Hè? Ja. Krijg je dus weer de tendens dat je daaraan wilt ontsnappen. Krijg je de ZZP'ers. En helaas, daar wordt niet verenigd. Nee. En dus probeer je het in je eentje op te knokken tegen die grotere werkgever. Het is ook wel heel lang, het heeft wel een tijd geduurd voordat vakbonden en zelfstandigen elkaar hadden gevonden. Hè, want het was, en voor de vakbond was het geen interessante groep, want die waren niet... geen lid? Ja, geen lid en die waren niet goed te bereiken. Nog steeds niet. En die zaten ergens thuis of ergens op een kantoor, maar die kon je niet makkelijk vinden. En voor de zelfstandigen, die dachten, ja, die bond doet niks voor mij. Die doet alleen iets voor mensen in vaste dienst. Dus het heeft heel lang geduurd voordat ze elkaar... En dat gebeurt nu wel. Ja, de FNV heeft nu wel dat ze ook zelfstandigen verenigen. Nou ja, ze voeren die rechtszaken tegen Deliveroo. Allerlei vakbonden. De journalistenvakbond heeft ook een afdeling voor freelancers. Weet je, dus het gebeurt nu wel. Maar het heeft even geduurd voordat bonden en deze groep elkaar weer hebben gevonden.
En het is nog niet helemaal in orde. Nee, want ik denk dat een... Kijk, ik weet niet hoe goed georganiseerd de ZZP'ers zijn. Dat ik, ja, in aantallen, niet eigenlijk, en ja. Ik denk dat het een relatief beperkt aantal is dat bij een vakbond is aangesloten. Ja. En dat moet ook wel, anders kan die vakbond niet voor hun procederen. Ja. Dus je moet altijd een aantal leden hebben die je dan vertegenwoordigt. Ja. Dus dat kan bij wijze van spreken een handje vol zijn. Ja, het zijn er een paar. Ja, ja. Het zijn heel veel zijn geen lid. En die vinden het ook heel vervelend als de vakbond dan gaat procederen. Dat zag je bijvoorbeeld bij Deliveroo, dat een heleboel van die fietsers zoiets hadden van waar bemoeit die vakbond zich mee. Dus er zijn nog wat, dat zijn ook nog allerlei misverstanden onderling. Ja. Mijn naam is Jacob van Gorkum. Ik ben ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad. En ik wou het eens vanuit perspectief van een medezeggenschap dit probleem aansnijden. Want ik hoor steeds over vakbonden. Vakbonden zijn natuurlijk heel belangrijk om die macht te organiseren. En het is lastig bij ZZP'ers, bij flexibele arbeid, om dat goed te organiseren. En daardoor kun je je belangen ook niet goed vertegenwoordigd zien. Er is dus een onderzoek gedaan een aantal jaren geleden. En daar kwam uit dat... gezien het feit dat 1/3 van de beroepsbevolking in Nederland flexwerker is tegenwoordig. Hè, dus het is, je hebt je al aangeschetst dat dat gegroeid is. 1/3 van de beroepsbevolking. Maar slechts 2% van die 1/3 van de beroepsbevolking is vertegenwoordigd in de ondernemingsraad in Nederland. Dus dat betekent dat die flexwerkers in Nederland zeer matig hun belangen kunnen vertegenwoordigen. Dat heeft ook deels te maken met de wetgeving. Hè, want de wetgeving bepaalt wie je zich verkiesbaar mag stellen voor de ondernemingsraad. En daar zijn bijvoorbeeld uitzendkrachten. Nou, die mogen pas na 30 maanden mogen ze pas zich verkiesbaar stellen. Dus die staan heel ver achteraan om een keer in die ondernemingsraad te komen. Dus als de flexwerkers ook beter vertegenwoordigd zijn in de medezeggenschap. En dat zit natuurlijk in alle bedrijven. Hè? Want kijk, vakbonden is natuurlijk altijd een vrijwillige keuze. Als medezeggenschap ook. Maar die zitten in alle bedrijven. Dus dan kun je veel meer in het bedrijf zelf. In de medewerkers onderling met elkaar. Kunnen dan veel beter hun belangen vertegenwoordigd zien. Ja. En ook behartigen. Maar je kunt als ondernemingsraad, wat voor instrument heb je als ondernemingsraad zelf om dat te regelen? Om te zeggen, het mag misschien niet, maar wij nemen gewoon een uitzendkracht op. Nou, dat kan inderdaad wel. Je kan in je reglement, heb je de vrijheid om dat aan te passen. Ja. Maar dan ga je dus afwijken van wat in de wet al staat. En de neiging om daar van af te wijken is niet zo groot. Ook alleen al uit het feit dat maar 2% vertegenwoordigd is van die flexgroep. Dus degene die vaste contracten hebben, die zitten met grote mate in die ondernemingsraad en hebben dus zelf niet zoveel belang bij om dat te veranderen. He, dus daar zit natuurlijk een... pas als zij zien dat het belangrijk is om dat belang van die flexwerkers ook vertegenwoordigd te zien, dan zal dat kun je als ondernemingsraad ook zelf voor kiezen om dat aan te passen. Ja. Maar als de wetgeving daarin aan zou gepast worden, zou dat een extra... duwtje in de rug zijn om dat goed te verankeren. Je moet ergens beginnen. Hè. Je kan ook als ondernemingsraad zeggen, kom, we doen het gewoon. Hè. Zeker, het is, zeker. Maar dat is een individuele keuze per ondernemingsraad. Ja. Nee, over die eerste hebben we het gehad. Hè. Over die, dat je, of je nou contracten moet kijken. Je kan ook zeggen, die discussie hadden wij in de pauze. Even kort van, weet je, er is niet zoveel... mis met die platformen, ze voorzien in behoefte aan kortdurende baantjes voor bijvoorbeeld inderdaad studenten als een soort opstapding. En je kan wel degelijk je centraliseren, omdat je allemaal in die app zit, kun je natuurlijk allerlei afspraken maken. Kun je zeggen, kan. Dat argument hoor je ook wel in de platformeconomie van, het is niks aan de hand, we kunnen dat best zelf. Wil je het overlaten aan hun of niet? Toevallig is in het Europees Parlement volgens mij is het de fractie van de Partij van de Arbeid, van de PES, van de socialisten, die willen nu een richtlijn voorbereiden. Maar en dan met name platformwerk, dus niet het hele ZZP-vraagstuk en flexwerk en al die andere vormen die je hebt, maar met name op dit specifieke punt van de Deliveroo's. Willen ze een tot een soort richtlijn komen. Maar dat is taai en ingewikkeld. En
Je kunt niet zoveel, je kunt niet zo heel directief in die nationale wetgeving ingrijpen. Door het Europees Parlement, en dat moet dan uiteindelijk ook echt Europese wetgeving worden. Dat duurt nog wel even. Maar die kunnen niet zeggen, jij moet de zelfstandige aftrek afschaffen. Nou, ik geloof, gelet op de vragen, dat het interessant is geweest voor iedereen. Ik zie ook knikkende hoofden, dus dat is fijn. Heel veel dank voor jouw inleiding en het beantwoorden van de vragen. Ja. Inderdaad, goed om ook in dit pand aan meer dingen te denken dan aan veiligheid en justitie, maar ook aan arbeidsverhoudingen. Weliswaar ligt het voortouw bij een ander departement, maar dat wil niet zeggen dat het niet onderdeel is van de rechtsstaat. En dus past in deze lezingenreeks. Ik vond het heel interessant. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. Ja. En we hebben natuurlijk nog iets om aan te bieden. Oh. Volgens mij is het Martin Amis. Wat was ook alweer de titel? De rimpel van de tijd. De rimpel van de tijd. Okay. Ik hoop dat je hem niet hebt. Nee. Beschrijft, gaat in op allerlei interessante mensen, van interessante instituties, van ik geloof het Britse Koningshuis tot bekendheden. Waarbij geloof ik wel hij licht kritisch is. En het geloof ik alleen maar het genoeg is dat je genoemd bent, want daardoor ben je belangrijk genoeg om in deze bundel beschreven te worden. Maar dat je ook blij wordt van je commentaar, dat is misschien dan weer een heel ander verhaal. Maar daarmee kan het wel onderhoudend zijn, zou ik zeggen. Dankjewel, ja. En uiteraard hartelijk dank. Ik heb helemaal dank je.